De situatie in New York City blijft zorgelijk. De teller staat op 15.000 doden. Lockdownmaatregelen zijn van kracht. Scholen blijven tot na de zomervakantie dicht, winkels en kantoren ook. En daar is begrip voor. I think we should do the best at sheltering in place as long as we can. Keep distancing, keep the masks and just wait until the numbers are much lower and it's a bit safer. I would hope that we place more value on human life than we do on commerce. Maar New York is meer dan alleen New York City. Je kan 7 uur lang rijden en dan ben je nog steeds in de staat New York. Onderweg kom je langs plaatsen als Amsterdam, in de 18e eeuw gesticht door Nederlanders. En wat hoor je daar? We haven't really been affected by what's been going on in New York City. Bloemist Bill vertelt dat in de regio rond Amsterdam maar 60 besmettingen en 2 sterfgevallen waren. Maar zijn bedrijf werkte onder dezelfde strenge lockdownregels als de grote stad. Maybe a little bit too severe for what we're for this particular area. With the right precautions, we can function up here and still be safe. In Amsterdam mogen vanaf dit weekend winkels weer open, maar alleen voor klanten die spullen opkomen halen. Het begint een beetje te wringen, want die landelijke gebieden waar ze republikeins stemmen, krijgen het gevoel dat ze moeten leven onder regels die worden opgelegd door de grote linkse steden. In dit textielbedrijf zijn 20 ontslagen medewerkers inmiddels weer aangenomen. Feels great. I hated laying them off. Eigenaar Michael schakelde over op het maken van beschermende kleding voor medisch personeel. Dat was zijn redding. Ook hij vindt de strenge shutdown in zijn regio onnodig. Treating upstate the same as New York City, I don't think was correct. I don't think it was a correct move. I think steps needed to be taken to keep everybody safe, but I think it was excessive up here. De autoriteiten in New York zwichten nu. Op het platteland worden regels iets versoepeld. Stadsbewoners zitten mogelijk nog maanden in de shutdown. Erik Mouta, RTL Nieuws, New York.